20 december, week 51. Welkom weer terug bij de technische analyse en de laatste nieuwtjes van btcdirect.eu. De laatste vrijdag voor de kerst. Dus we gaan even kijken wat dat allemaal voor invloed heeft op wat er allemaal gebeurt in de hele cryptowereld. Wat betreft de koers hebben we natuurlijk even een flinke dip gezien en ook meteen weer een hele goede correctie. Wat daar aan de hand is geweest, gaan we naar kijken. En natuurlijk ook even weer vooruit proberen te kijken wat we de komende dagen mogen gaan verwachten. Satoshi Nakamoto, wie kent hem niet? Nou ja, eigenlijk niemand, want we weten nog steeds niet wie het is. Maar er is in ieder geval één iemand die heel erg in zichzelf gelooft en die daar ook heel erg in blijft geloven dat hij diegene is. Natuurlijk Craig Wright, en die heeft weer van zich laten horen. Craig heeft in een Skype-gesprek online laten zien dat hij... of wederom een bewijsstuk laten zien waarom hij de enige echte Satoshi Nakamoto zou zijn. En dat bewijsstuk was het volgende. Hier zie je er een print screen van. Het was een document uit de JSTOR, een online bibliotheek is dat, waarin hij voor de lancering van Bitcoin, dus eigenlijk een half jaar voordat de whitepaper naar buiten kwam, al het een en ander informatie opgevraagd zou hebben over de naam Nakamoto. Dus, nou ja, goed, als dat klopt, zou dat natuurlijk wel een bewijsstuk kunnen zijn, maar ja, goed, zoals je ziet eigenlijk helemaal niks op die printscreen. Je kan het amper lezen en het is natuurlijk zo nagemaakt, zoiets. Maar goed, de gedachte erachter in ieder geval, hoe die je toelicht, is dat Nakamoto een beetje de Japanse versie van Adam Smith is. En Adam Smith is een uit de jaren 1700, die periode, een grote denker geweest en filosoof, ook in de economische hoek. En dit zou een beetje de Japanse versie daarvan zijn geweest. Ook uit diezelfde tijdsperiode komt hij een koopman en die er ook dergelijke ideeën op nahield. En dat zou de reden zijn geweest dat hij voor die naam Nakamoto heeft gekozen. Wij blijven erbij dat het natuurlijk niet Craig Wright is, dat het gewoon nog steeds onbekend is. En dat is misschien maar goed ook. Want je hebt ook gezien bijvoorbeeld bij de oprichter van PGP. Dat is een manier van het versleutelen van informatie, zodat je dat versleuteld kan versturen en dat dus niemand daarbij kan. Die bijvoorbeeld ook is opgepakt vanwege het ontwikkelen daarvan. En dat dus heeft allemaal wel erg veel overlap met elkaar. Dus het is waarschijnlijk maar goed ook dat de echte oprichter en bedenker daarvan nog steeds niet bekend is. Goed, een andere grote naam in de Bitcoin-wereld, gewenst of niet, ook weer zo'n figuur, Justin Sun van de Tron Foundation, de CEO natuurlijk. Die heeft weer eens van zich laten horen op Twitter en hij heeft daar aangegeven dat hij $1 miljoen wil gaan doneren aan de volgende, lange naam, de United Nations Framework Convention on Climate Change, oftewel de COP25, om de klimaatverandering tegen te gaan. Hij geeft zelf aan, waarom doe ik dit nu? Dit is omdat ik geïnspireerd ben geraakt door Greta Thunberg. Die ken je natuurlijk inmiddels wel, de Time Person of the Year, laatst dat uitgeroepen ook. Hij zegt, ik sta achter die boodschap, ook ik wil de wereld veranderen en ik wil daar heel graag mijn steentje bijdragen. En dat doe ik op deze manier, door $1 miljoen dus te doneren aan de foundation, om die klimaatverandering een halt toe te roepen. Nou is het wel zo, zoals Justin Sun kennen natuurlijk, flikt hij dit soort dingen wel vaker en is er ook vaak altijd weer iets mee aan de hand of komt er een maar achteraan, zoals bijvoorbeeld de lunch met Warren Buffett, waar hij $4,5 miljoen voor betaald zou hebben, die uiteindelijk ook niet is doorgegaan. Dus het is maar de vraag, het valt nog maar te bezien. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van misschien is het wel een mooie aftrekpost zo tegen het einde van het jaar van $1 miljoen. Wie zal het zeggen? En de laatste tijd regelmatig gekeken naar China en Europa die op hun beurt een eigen crypto willen gaan ontwikkelen. En nu komen ook die geluiden wederom uit Iran. Onder andere, die hebben op een grote conventie, een islamitische conventie in Maleisië, hebben die aangegeven van, wordt het niet eens tijd dat wij met een aantal islamitische landen onze eigen crypto gaan ontwikkelen? Om zo te kunnen ontvluchten aan de druk en de macht die Amerika heeft met de dollar. Amerika kan natuurlijk allerlei sancties opleggen, wat ze ook recentelijk weer hebben gedaan aan Iran, die daar zwaar onder te lijden hebben. Vandaar ook die grote prijsverhoging voor brandstoffen in het land. Die komen allemaal door die sancties vanuit Amerika. Grote rellen tot gevolg gehad in het land, dus brengt heel veel onrust. En daarom hebben ze ook op die conventie gezegd, wij moeten hier onze eigen draai aan geven, onze eigen valuta voor gaan ontwikkelen. Bij die conferentie waren ook bijvoorbeeld de president van Turkije aanwezig, van Qatar, van Maleisië. En die hebben dus allemaal zoiets van, nou ja goed, dit zou best wel eens iets kunnen zijn. Er staan er in ieder geval voor open en ze willen er dan mogelijk ook een stichting voor gaan oprichten om de mogelijkheden te gaan onderzoeken om dus een blok te vormen en samen één eigen cryptocurrency te gaan uitgeven. Grafieken tijd, je bent weer op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Nu kijken wat er technisch gezien is gebeurd. Want er is nogal wat gebeurd de afgelopen week, de afgelopen dagen. De maandag en de dinsdag was het eigenlijk een beetje janken. De koersen gingen alleen maar naar beneden, ook net na de vorige koersanalyse. Toen hebben we een flinke bodem bereikt en vanaf daar zijn we ook wel weer heel erg hard omhoog geknald, gelukkig. En als je dat op de grafiek gaat bekijken, dan ziet het er hier als volgt uit. Bitcoin euro één dag op Bitstamp de candles.
dan heb ik hier, wat je grofweg ziet, is het kanaal. Nog steeds daar beneden gaande kanaal, helaas, waar we ons nog steeds binnen bevinden. En daarin zie je een paar belangrijke periodes. De eerste periode is hier vanaf eind september tot aan eind oktober, deze hele periode. Dan zie je dat we ook net flink zijn gezakt, dat we ons hier eventjes bewegen, dip naar beneden en vervolgens weer heel hard omhoog knallen. En dat is precies de situatie, of in ieder geval hij lijkt er een beetje op die we nu ook hebben gezien. In deze periode, zoals je ziet hier van eind november tot aan nu eigenlijk, zie je ook dat we flink zijn gezakt, dat we hier weer eventjes een wat soort van stabielere periode doormaken. Weer terugzakken naar die onderste lijn en vervolgens weer een hele flinke beweging omhoog. Helaas is hij niet zo groot als hier. Dat was natuurlijk helemaal mooi geweest dat we echt meteen konden doorstoten naar de bovenkant van het kanaal. Maar het is in ieder geval wel weer iets positief. En hoe kan dat nou? Nou, als je de indicatoren RSI en MACD erbij gaat pakken, dan zie je dat in beide gevallen sprake is geweest van divergentie. Je ziet het hier. Hier worden de toppen steeds dieper en ondertussen op zowel de RSI worden die steeds minder diep. En ook op de MACD zie je dat er een stijgende lijn in zit. En dat zorgt dan vervolgens aan het einde van die periode voor een hele sterke groei. En een hele sterke beweging naar boven toe. En dat is ook wat we hier weer hebben gezien. Je ziet het ook in dezezelfde periode, maar dan tussen deze twee pijltjes in plaats van tussen deze twee in. Dan zie je ook in die periode hier de dalen steeds dieper. En bij de RSI steeds minder diep, beweging omhoog. Dus MACD hetzelfde verhaal. Zit momentum en beweging omhoog in. En dat zorgt dan ook aan het einde van die periode weer voor een grote stijging, een grote kracht naar boven toe, die nog even zo 15% bijsnoept voor je. Ja, en misschien dat er nog wel wat bij kan komen. Hij lijkt hier weer iets te stabiliseren, zoals je ziet. Maar goed, er is hier nog ruimte. Het is nog lang niet overbought. Dus er is nog wellicht wat ruimte om te groeien. En hier zie je ook dat het momentum er nog aardig uitziet. Dus misschien dat er nog wat naar boven toe in zit. Nou, en die stijging dus die we afgelopen woensdag hebben meegemaakt van die 15%, die heeft weer iets heel moois tot gevolg gehad, namelijk dat we weer boven een belangrijke trendlijn terecht zijn gekomen. Dus deze trendlijn die ik hier zo vanaf eind oktober kan trekken, die loopt hier over en een beetje door al die toppen heen, ook hier weer. We hadden vorige keer ook een trendlijn, let op, van deze punt, die kon je hier langs aftrekken en toen zijn we er hier, zijn we daar uiteindelijk onder beland. Nu zitten we daar weer boven, inmiddels natuurlijk ruim. En boven deze trendlijn zitten we ook weer. En we hebben ook alweer getest en dat is positief uitgepakt. Dus dat is echt heel erg fijn. Je ziet het hier, zakten we even flink terug. Vervolgens met die knal omhoog hier zijn we daar weer doorheen gekomen. En als ik daar even goed op ga inzoomen, dan zie je dat we hier vervolgens testen, dat dat slaagt. En dat we nu dus weer een beetje zijwaarts, zelfs wat omhoog aan het groeien zijn. Oftewel, heel erg positief dat we dit weer als een iets krachtigere support kunnen gaan aanwenden. En als we in het iets grotere plaatje gaan kijken, pakken we wederom hetzelfde kanaal erbij dat we hier al vanaf juni hanteren. Waar we dus ook nog steeds in zitten. Maar je ziet daar wel weer iets belangrijks in. Namelijk dat we met die dip hier naar beneden toe weer die onderkant van het kanaal getest hebben. En dat we die in ieder geval hebben weten stand houden. Dat is dan weer positief natuurlijk. Nou, vervolgens weer omhoog. Dus we zijn weer een beetje de goede kant op aan het gaan. En het wordt toch wel echt eens tijd dat we die bovenkant weer gaan testen. Of sterker nog, natuurlijk het allermooiste doel. Maar dat is denk ik iets voor volgend jaar om naar te gaan kijken. Om hier eindelijk uit dit kanaal te breken. En dan zouden we het dus over een bedrag hebben van in ieder geval 8100. Waar we dan bovenuit weten te komen. En dan zou het zomaar kunnen dat we deze bovenste lijn van het kanaal eerst als een support kunnen gaan gebruiken in plaats van die gigantische resistance die het nou al maandenlang is. Kort samengevat zitten we wel dus al met al nog in een dalende trend, namelijk deze, zoals je hem hier ziet. Afgelopen dinsdag hebben we ook gekeken naar de hash rate en de difficulty van het netwerk, om dat ook te betrekken bij het voorspellen van de prijs. Nu gaan we daar weer even naar kijken, dan gaan we weer iets dieper op in en ook een aantal indicatoren erbij halen die op basis daarvan fungeren. En dus een ander soort informatie input hebben dan dat je normaliter ziet bij de technische analyses van ons. Allereerst gaan we even kijken naar de hash rate, zoals die er nu bij ligt. Daar zijn we de vorige week ook blijven hangen, hebben even naar gekeken hoe het erbij stond. En zoals je ziet is hij hier iets aan het stabiliseren rond de 90.000 terahash. Dat is dus nogal wat. Maar toch, we hebben hier al een flinke pieken gehad en nu zitten we eigenlijk weer op hetzelfde niveau als in september dit jaar. En zoals je ziet is het nogal een groeiproces en hier stabiliseert het wat. Dus wat betekent dat nu verder? Deze grafiek kan dat in ieder geval een eindje verklaren. Wat zie je op deze grafiek? Deze grafiek die laat zien wat het minen van een bitcoin je uiteindelijk ook oplevert. En dat laat je zien door deze index. Als het hier op 0 ligt, dan zit je op een punt dat de miningkosten even hoog zijn als de opbrengsten van een bitcoin. Als hij daar boven zit, dan levert een bitcoin meer op dan de miningkosten. Dus als je hier bijvoorbeeld op die 50% zit bij deze cirkel, dan levert een bitcoin de verkoper van 50% meer op dan dat de kosten zijn geweest voor het minen ervan.
Nou, zoals je ziet, wel even geleden weer, maar hebben we dus wat hele mooie periodes gehad waar een bitcoin tot wel 7 keer meer opleverde dan de uiteindelijke kosten waren voor het delven van diezelfde bitcoin. Dat waren natuurlijk de gouden eeuwen van het hele bitcoin systeem. Nou, daar zitten we nu even niet, want nu zitten we hier. We zitten er dus onder, oftewel zelfs tegen die 50%. Dus een bitcoin levert maar de helft op van de uiteindelijke kosten die gemaakt zijn om diezelfde bitcoin te moeten minen. En dat zorgt er natuurlijk voor dat er miners gaan afhaken die het niet meer kunnen opbrengen. Die zeggen ik wacht alweer tot het weer lucratiever wordt of die het helemaal laten afweten. Die gaan zich afsluiten van het netwerk en daarom gaat die hashing rate, die rekenkracht op het netwerk dus ook omlaag. Deze grafiek overigens die is van Charles Edwards en dat is een man van een grote investeringsmaatschappij van Capriol Investments. En die doet dat op de volgende manier. Die pakt dan onder andere de rekenkracht van het netwerk en de energie die nodig is om diezelfde rekenkracht in stand te houden. Nou, daarbij wordt ook de groei in het aanbod van Bitcoin nog meegenomen. En tot slot wordt dat weer vermenigvuldigd met de energiekosten in dollar per joule. En al die dingen tezamen, die vormen dus deze grafiek. En daar kun je dat heel gemakkelijk op aflezen. Dus wel zo op deze grafiek zie je natuurlijk maar één ding. En dat zijn de kosten voor de elektriciteit. Maar vaak komen er nog een hoop meer kosten kijken bij het runnen van een mining operation. En ook daar zijn weer indicatoren voor gemaakt. Dat is diezelfde Charles Edwards geweest die daar een uitgebreidere versie van heeft gemaakt. En die ziet er als volgt uit. Die kun je ook gewoon terugvinden in TradingView. Die vind je dan onder de Bitcoin Production Cost. En dan krijg je deze band onder de koers te zien. Die band kun je raadplegen vanaf ongeveer 2015. Daarvoor is de info nog niet beschikbaar. Ik heb hem overigens ook om die reden op de dollargrafiek staan. Om het allemaal in balans met elkaar te houden. Want alles is uitgedrukt in dollars. En dan kun je lekker ver terugkijken. Die band die laat eenzelfde soort informatie zien. Basically, als je de koers erboven ziet bewegen, dan is dat dus positief. Dan levert dat meer op dan dat het kost. Die band die laat tweetal dingen zien. Namelijk de bovenkant is de totale kosten van de mining operation. Die is opgedeeld uit ongeveer 60% energiekosten. En aan de andere kant ongeveer 40% voor bijvoorbeeld de huur van een ruimte, onderhoud van de apparatuur, afschrijven van de apparatuur en eventueel personeel voor het runnen van de hele handel. En dat laat die band zien. Dus de bovenkant is alles bij elkaar en de onderkant is alleen de elektriciteitskosten. En dat betekent dan dus, ik ga even voor je inzoomen, dan kun je zo meteen ook goed zien waar dat we nu zitten. Als we erboven zitten, levert het dus onderaan de streep geld op, want het levert meer op dan de totale kosten zijn. Als je onder die bovenste lijn komt, ja, dan ga je dus kosten maken vanaf dat moment. En dan zou je bijvoorbeeld moeten gaan snijden in personeel of in je onderhoud van je apparatuur, et cetera. Want daar, in dat gebied ga je dan terechtkomen. En mocht je onder deze lijn terechtkomen, dan is het zo dat de daadwerkelijke elektriciteitskosten ook niet meer te dekken zijn met de opbrengsten van die bitcoin. En dan zit je dus met een groter probleem. Maar zoals je ziet, ziet de grafiek er voor hele grote gedeeltes van de tijd positief uit. Er zijn maar een paar stukjes hier geweest, zo juni, juli 2016. Hier wel een hele periode. Het is de helft van 2019 ongeveer geweest dat het echt geld heeft gekost. En dat je hier zelfs even ziet dat het ook onder die elektriciteitskosten duikt. Dus dat het echt voor een heleboel mensen niet meer rendabel is geweest. En daar zul je ook een enorme afname dan zien van het aantal miners. En nu zitten we dus ook weer na een periode toch nog erboven te hebben gezeten. Weer net onder het hoogste kostenplaatje. Dus ze gaan net weer kosten maken en het wordt weer wat minder lucratief. En dat kun je dus heel mooi aflezen aan deze specifieke indicator. Nogmaals de Bitcoin Production Costs in TradingView. Al met al, welke kant gaan we met al deze informatie op? Of zouden we in ieder geval op kunnen gaan? We zitten nu dus hier op die 6463 euro. En dat is eigenlijk precies tussen deze twee zones in. En dat natuurlijk weer allemaal binnen dit kanaal, dit neerwaartse kanaal waar we in zitten. Je ziet hier deze zone die hier steeds een support is geweest. Waar we toen doorheen zijn gezakt en uiteindelijk nog een keertje hier hebben getroffen. En hier is hij een aantal keer resistance geweest. Ik verwacht dus, als alles wat we net bekeken hebben genoeg druk geeft om weer naar boven te groeien. En dat we dus die lijn waar we nu eigenlijk wel een beetje in zitten vast kunnen gaan houden. Dat als we dat tot aan hier gaan redden, dat we hier in ieder geval weer een redelijke resistance tegen gaan komen. En dus om deze reden. Daar zullen we dus niet zomaar 1, 2, 3 doorheen breken. Ik zet hem even op 1 uur, zodat we het iets gedetailleerder kunnen gaan bekijken. Hier zitten we nu. Je ziet het hier ook. Hij probeert het. Het lukt niet. Tikt er nog een paar keer tegenaan, moet ik zeggen. En zakt dan weer terug. Nou, hier zoeken we hem nog eventjes met een echte uitschieter op. Dus dat zal nog even lastig gaan worden daar. En dan hebben we het zo over net in de 7000 euro. Als we weer naar beneden gaan, dan komt
hier deze zone wel een beetje samen met die onderkant wederom van dat kanaal. En dan verwacht ik dus dat we hier zo ongeveer op die 6000 iets daaronder weer terecht kunnen gaan komen. Omdat we dan deze zone hier hebben. Waar we hier dus al even mee geknoeid hebben in combinatie met die onderkant dus van dit kanaal. En ook hier hebben we hem even aangetikt. Dat is een beetje de range, dus ietsje kleiner dan de afgelopen tijd, maar waarin ik in verwacht dat we ons nu gaan bewegen. En als dit allemaal een beetje doorzet en we niet te veel last gaan krijgen volgende week, ook nog van het eindigen van al die contracten natuurlijk, wat je ook vaak weer die laatste week van de maand ziet, dat je weer een procent of 10 vaak moet inleveren. Dat moet natuurlijk niet die druk naar beneden toe gaan geven, dat we dan weer rustig aan deze kant op kunnen gaan. Einde van het jaar, dat betekent natuurlijk een kerstbonus en ook voor jullie twee dingen die ik je mee wil geven voor deze keer. We gaan weer een Legend Nano S weggeven. En hoe? Namelijk subscribe je op ons YouTube kanaal en onder alle subscribers vanaf dit moment gaan wij één Legend Nano S verloten en die gaan wij weggeven. En vrijdag gaan we jou, nee dat zeg ik verkeerd, aanstaande dinsdag na het weekend dan gaan we jou laten weten wie dat is geworden. En behalve die Legend Nano S die wij ter beschikking gaan stellen, gaan we ook nog bij Blox iets leuks doen. Wederom, maak een account aan en vul daar de code video in. Dan krijg je van ons nog steeds gewoon 5 euro gratis in jouw account om daarin te gaan verhandelen. Blox, de simpelste cryptocurrency app, de 10 grootste cryptocurrency, binnen enkele seconden aangekocht en verkocht. De code video bij het aanmaken van een account krijg je van ons 5 euro. En vergeet dus niet te subscriben op ons account van btcdirect.eu... om kans te maken op die gratis Legend Nano S. Goed weekend en ik zie je aanstaande dinsdag, zo voor kerstavond weer. Doeg!